Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. We gaan naar de Haokan Vuurwerk Shop. Even kijken naar hun showroom. We hebben gehoord dat die al staat, dus we gaan even kijken hoe die eruit ziet. En dan zien we jullie zo meteen weer. Wat moet dat ding daar? Ja. Ja hoor. Ga maar naar binnen, jongen. Hier heb je dus een infocel. Daar kan je elk product kan je gewoon de video van bekijken. Daar staan dus allemaal iPads. Maar loop er even naartoe. Alle producten kan je daar zien. Yes. Oh, een mooie prijs. Hier zie je dus alle iPads met alle producten. Echt nice. Dat is wel een mooi concept, hè? Kijk daar, ik vind die mat hierboven. Er zal maar een vuurtje bij komen. Ik bemoei niet. Hier de categorie 1 staan. Gaat dit ook echt allemaal uit op categorie 1 uur? Tuurlijk. Bedoel je wat er verkocht wordt? Ja. Ja. Ja, met de categorie 1, ja, dat is net de ballen bij. Dus het is wel een beetje wat kinderen leuk vinden. Nou ja, één pak de bunker eerst doen. Ja, is goed. Met die kooien er nog weer in, toch? Of, yes. Is dat niet zo? Zo. Dat is een mooi uitzicht. Zo, oké, deze dan. Krijg je al een stevig plassetje, Nick? Zo. De cakebox hoef ik niet hiernaast te doen. Die kan ik gelijk eigenlijk vanaf hier doorgeven. Maar dit gaat gewoon zo mee. Ja, ik laat ze ook maken dat er geen metalen coin zit. Of als er een metalen coin zit. De zenuwboxen. Bunkerwezen dan. Maar zijn deze speciaal gebouwd, deze bunkers, voor het vuurwerk? Of waren die dan toevallig al? Ze hebben sowieso aanpassingen gekregen. Die rode buizen zijn de sprinklerinstallaties. En die zijn rechtstreeks aangesloten op de brandwaterleiding. De deur is een brandvertragend. Hoe lang duurt het voordat die hele bunker vol is gelopen met water? Dat gaat vrij snel.
hebben het nog niet getest. En dat willen we eigenlijk zo houden. Nou, kijk, en dit is echt gewoon een kind in de snoepwinkel hoor. Ja. Ja, dat is zeker mooi. Dat vind ik nog een selfie. Zo. Dit is echt nice. Ik sta nu in de club en het is donker. Mensen vliegen overal en ik ben dronken. Als jij zegt dat je wil, dan mag je me hebben. Het is belletjes, want ik wil die hits. Gun me werk, werk, werk. Ik kom hard als drugs. En als ik harder, harder werk, dan ontploft de club. Ik sta nu in de club en het is donker. Mensen vliegen overal en ik ben dronken. Als jij zegt dat je wil, dan mag je me hebben. En als je nu wil gaan, dan kom ik je redden. Baby, ik ben klaar, game over, geen spellen. Kom, we gaan rellen, kom, we gaan rellen. Ik heb de tent in mijn broekzak en de tent in mijn broek. Schatje, gooit die je molotov in de hands. We gaan boom plat. De bom of zo. Die is ook een soort Romeinse kaars. De bazooka. Kan ik zo wel een filmpje nog van laten zien. Oké. Okay. 12,50. Die gaat er ook uit volgend jaar waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Als ze dat onder de categorie Romeinse kaars vinden vallen, dan gaat hij eruit. Wel anders als je een handbeet kan houden. 500 gram dat ding. Ja, dan dit? Ja, 500 gram. 12,50 had me over gezegd. Kijk, 500 gram hè. Daar hoef je dus niet voor naar Duitsland. 12,50. Zo. Ja, bekende balietje. Het balietje, kijk, ja, het is nog even een rotzootje, maar hieronder komen de bestellingen te staan en daar zo en hier zo. Ja, ik weet het. Dat is gewoon het. We hebben vorig jaar ook nog een video gemaakt hier, toch? Waar waren jullie toen nog? Dat is gewoon. Vanaf hoe laat komen jullie de tweede dag? Dus de 30ste? Om de 5 uur of dan wel later? Later voor mij. Ik even denk, nu moet ik zo even nakijken, dat zou ik wel mogen doen. Van buiten in. Het is prachtig. Ja, we zijn dus onderweg naar huis. We hebben even wat dummies meegekregen. Niet dat jullie denken dat het vuurwerk was wat we net meekregen. Het was gewoon dummies. Gewoon showmodellen. Geweldige vent daar zo. Ja, vriendelijk ontvangen, een lekkere bakje koffie gekregen. Ja, echt een super winkel. Ik raad jullie echt aan om daar vuurwerk te bestellen. Want mooie prijzen. We proberen bij de 500 gram cakes onder de 50 euro te blakketten. We gaan sowieso nog terugkomen daar zo. Bij Houwekan. Hij zit in Oosterwijk en in Pijnakker. En de 30ste gaan we er sowieso langs. En dan zien jullie onze video. Dus dit was de video voor nu. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en het liken. Vergeet niet te reageren, abonneren. En jullie zien onze video van Houwekan. En vergeet niet te bestellen bij Houwekan. Later. Dus dag.